Leerdoel: Inkopen. De termen inkopen, inkoopwaarde, verkopen en voorraad worden vaak samen genoemd. Deze onderwerpen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Daarom zal ik deze onderwerpen en hun onderlinge verbanden in dit leerdoel nader bespreken. De termen inkopen, inkoopwaarde, verkoop en voorraad hebben alle drie te maken met het aan- en verkoopproces van een product. Deze termen komen met name voor bij handelsondernemingen en productieondernemingen. De definities van deze onderwerpen zijn de volgende. Inkopen vertegenwoordigen de totale waarde van de ingekochte goederen bij de leveranciers tegen de inkoopprijs. Indien deze inkopen direct doorverkocht kunnen worden, vertalen de inkopen zich in inkoopwaarde verkopen. Indien de inkopen niet gelijk verkocht kunnen worden, vertalen de inkopen zich in een toename van de voorraad. De voorraad vertegenwoordigt de waarde van de producten of grondstoffen die klaar zijn voor de verkoop of verwerking in het productieproces. Voorraad kan bestaan uit voorraden grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten. De voorraad staat vermeld op de balans. De inkoopwaarde verkopen is de waarde van de verkochte goederen tegen de inkoopprijs. Deze wordt berekend door de afzet te vermenigvuldigen met de inkoopprijs van de producten. De inkoopwaarde staat vermeld op de resultatenrekening. Het proces van een handelsonderneming start bijvoorbeeld met de aanschaf van 1000 laptops. Dit zijn de inkopen. Deze inkopen worden toegevoegd aan de voorraad. De voorraad neemt nu dus met 1000 laptops toe. Deze laptops worden daarna met een winstmarge verkocht. Stel voor dat de handelsonderneming 800 laptops weet te verkopen in deze periode. Dan bedraagt de inkoopwaarde verkopen 800 keer de inkoopwaarde per laptop. Deze totale inkoopwaarde van de verkochte producten staat vermeld in de resultatenrekening. De 200 laptops die niet in deze periode zijn verkocht, blijven in voorraad liggen voor de volgende periode. De voorraad is in deze periode toegenomen met 200 laptops. Indien de beginvoorraad nihil was, bedraagt de eindvoorraad van deze periode 200 laptops. De waarde van deze voorraad laptops staat vermeld op de balans. Het rekenkundige verband tussen de inkopen, inkoopwaarde verkopen en voorraad kan als volgt in een formule worden weergegeven. Ik laat nu een beginnersvraag zien om de inkopen verder toe te lichten. LOBBV is een handelsonderneming die zich richt op consumentenelektronica. LOBBV heeft goede scheerapparaten die veel worden verkocht. Voor de periode april 2017 is de beginvoorraad, de inkopen en de inkoopwaarde verkopen bekend. Gevraagd berekenen de waarde van de voorraad scheerapparaten die vermeld is per einde april op de balans. De eindvoorraad kan ik berekenen door het saldo van de inkopen en de inkoopwaarde verkopen bij de beginvoorraad op te tellen. Wanneer ik de gegevens uit de voorbeeldvraag invul, zie ik dat de voorraad per einde april 75.000 euro bedraagt. Dit is gelijk aan 60.000 euro plus de inkopen van 50.000 euro minus de inkoopwaarde verkopen van 35.000 euro. De 75.000 euro is het bedrag dat onder voorraad op de balans staat. Dit is het antwoord op deze vraag.